van bagger maken wij waterpasserende bestrating. Ik ben niet geboren met een passie voor bagger. Ik heb ook nooit gedacht dat ik iets in de bagger zou gaan doen. Ik miste naast mijn studie gewoon actief aan de slag gaan met problemen die ik voor me zag, namelijk klimaatverandering. Hoezo is afval afval? Hoezo kunnen we er niet iets moois van maken? We zijn zeker een bedrijf. We zijn 2,5 jaar verder, we zijn een bedrijf. Als iets bagger is, dan betekent dat niet veel goeds. Totdat je deze video hebt gekeken. Want vanaf nu krijgt bagger een volledig nieuwe betekenis voor jou. Bij mij te gast Eva Aerts van de start-up Waterweg. Ja, hoi. Toch? Ja, zeker. Want wat betekent bagger voor jou? Ja, van mij mag er niet meer gescholden worden met bagger. Ik spreek mensen ook regelmatig aan. Ja, spreek je er recht op aan, ja? Ja, nee, mijn moeder zegt regelmatig, ja, dat is bagger. En zeg ik, ja, maar bagger is heel positief. Bagger is prachtig. Ja, ja, want vertel eens, wat doe jij met bagger? Wat wij doen met bagger, van bagger maken wij waterpasserende bestrating. Dus we maken halfverharding van bagger. Waterpasserende bestrating. Ja. Dus dat betekent, zeg maar, tegels waar water doorheen kan. Precies, dus het zijn tegels met een open structuur en daar kan water door de grond in zakken. En eigenlijk zie je dat we onze tuinen, maar binnensteden van steden, helemaal vol betegelen. Ja. Waardoor als het heel hard regent, het water de grond helemaal niet meer in kan zakken. En dat is een trend die nogal vaker plaatsvindt regen. Exact, en het gaat steeds harder regenen, ja. Steeds vaker regenen. Maar ondertussen zakt die regen niet meer de grond in, wat niet goed is voor de natuur, maar die zakt allemaal het riool in. En daarmee veroorzaken we overstromingen van het riool. En het is eigenlijk niet goed voor de biodiversiteit in de stad. Hey, en jij doet dit samen met Wies van Wieshout. En buiten beeld ook absoluut aanwezig. Dus eigenlijk had ze erbij moeten zijn, maar zeg maar, ze is er een klein beetje bij. Hoe komen jullie hierbij? Ja, dat snap ik. Ik ben niet geboren met een passie voor bagger. Ik heb ook nooit gedacht dat ik iets in de bagger zou gaan doen. Nee. Op een manier heb ik ook een ander beeld. Misschien is dat een absoluut vooroordeel. Maar als ik denk aan de baggerindustrie of zo, dan denk ik aan andere types zoals jullie. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Wij hebben nog niet heel veel jonge mensen en laat staan jonge vrouwen in de baggerindustrie gezien. Nee, maar hoe rollen jullie daarin? Wij deden mee aan een ontwerpwedstrijd tijdens onze studie allebei, waarbij je in 6 weken van een afvalstroom naar een verdienmodel moest. En jullie kregen bagger toegewezen. En wij kregen bagger toegewezen. Oh, letterlijk? En we werden elkaar ook toegewezen. Dus we hebben elkaar ook leren kennen. Want wat waren jullie expertises? Jullie hebben verschillende petten op, hè? Ik heb een achtergrond zelf in economie en politicologie. Dat is wat ik heb gestudeerd. Dus dat is echt iets compleet anders. Ja. Wies heeft industrieel ontwerp gestudeerd in Delft. Dus die heeft meer een ontwerp, product, design achtergrond. Wat grappig. Dus helemaal niet civiel technisch. Maar hoe kwamen jullie bij dat project betrokken dan? Ik wilde meer leren over de circulaire economie. En ik miste naast mijn studie gewoon actief aan de slag gaan met problemen die ik voor me zag, namelijk klimaatverandering. Dat is wel eentje, ja. Dat is een enorm. En ik dacht, ja, ik zit hier nog heel veel over te leren, maar wat ben ik nou eigenlijk echt aan het doen? Dus ik meldde me aan voor deze wedstrijd, omdat ik dacht, leuk, en ik kan wat leren over circulaire economie. Ik ontmoet leuke mensen. Het was een wedstrijd. We zien wel wat er gebeurt. Ja, het was een wedstrijd. En het idee was echt wel dat vanuit die wedstrijd je een bedrijf begon. Al moet ik zeggen dat ik nooit heb meegedaan met het idee, ik ga een bedrijf beginnen. Want ik deed gewoon mee omdat ik dacht, ik wil meer leren. En na 6 weken wonnen we de wedstrijd. En toen kregen we 5.000 euro. En toen zeiden ze, ja, nu hebben jullie een bedrijf. Maar waarom wonnen jullie? Ik denk omdat we zijn heel snel gewoon gaan maken en het gaan doen. Dus we hebben gewoon heel snel die bagger gepakt en we zijn erop gaan slaan. En we zijn erin gaan mixen en we hebben er van alles bij gegooid. Maar luister, je gaat nu echt tekort. Jij studeert economie en politicologie. Ja. En dan hebben we een industrieel designer erbij, met alle respect. En heb je een zootje bagger. Ja. Maar en nu heb je een product wat redelijk innovatief is en zo. Daar moet je toch voor leren, onderzoeken, jarenlang testen en weet ik veel wat. Nee. Ik denk dat het probleem is, als we het hebben over innovatie en als we het hebben over nieuwe ontwikkelingen en iets doen met de klimaatcrisis, waar we het eigenlijk net kort over hadden, dat het juist gaat over dat je gewoon niet altijd alleen maar vanuit de kennis die er al is denkt, maar juist denkt vanuit wat je nog niet weet wat er zou kunnen zijn. En juist denk ik, omdat we zo'n andere achtergrond hadden, konden we makkelijker vragen stellen en naar nieuwe toepassingen kijken. Ja. Waar mensen die in de industrie zaten waarschijnlijk al wel eens naar hadden gekeken, maar te veel beren op de weg zagen. En wij zagen die beren niet zo, denk ik. En nog steeds niet. Wat we vooral dachten is, laten we er een hoogwaardig materiaal van maken. Dus wat je ziet vaak in deze industrie is dat er van afvalstromen hele laagwaardige producten worden gemaakt, omdat ze er maar van af willen. Ja. Dus eigenlijk nergens in die keten zit waarde, zit geld. Nee. En eigenlijk kost alles geld, want het vervoer kost geld, het storten kost geld. En niemand vindt het eigenlijk prettig. En wij dachten, wat nou als we aan het eind van die keten een heel mooi hoogwaardig product kunnen neerzetten. Eigenlijk een circulaire gedachte. Exact, die mensen willen kopen. Want vervolgens verander je ook die hele keten.
En dat is eigenlijk wat nog steeds het gedachtegoed waar we aan vasthouden. Van we willen een product maken wat mooi is, wat mensen willen hebben. Om ook überhaupt onze relatie tot afval te veranderen. Want hoezo is afval afval? Hoezo kunnen we er niet iets moois van maken? Maar hoe kom je tot die tegels? Wat we zijn gaan doen, en dat is denk ik een ander belangrijk aspect van waar we mee bezig zijn, is we zijn gaan kijken, oké, naast dit baggerprobleem, kijk, alleen maar zeggen dat je materiaal circulair is niet voldoende, vonden wij. We wilden naar een zo holistisch mogelijk product gaan, of zo'n holistisch mogelijke oplossing. Mm-hmm. Om ook te kijken naar, ja, welke problematiek is er eigenlijk nog meer? Dus naast bagger, wat voor problemen zien we nog meer in de stad? En de stad hebben we gekozen omdat de bagger vanuit de stad eigenlijk het moeilijkste te verwerken is. De kosten daarvoor zijn het hoogst. Dus we zijn gewoon gaan kijken, oké, welke problematiek speelt er rondom de stad? En toen kwamen we bij klimaatadaptatie uit. En toen zijn we letterlijk gewoon gaan kijken, met welk product zouden we iets kunnen doen aan klimaatadaptatie? En dat was waterpasserende bestrating. Ja. Maar hoe ontwikkel je dat dan? Doe het met alle respect hoor, maar als ik een zootje bagger hier heb liggen en je zegt van maak er maar een stoeptegel van, ik zou geen idee hebben hoe ik dat moet doen. Waar je moet begint. Ja. Ja, dat, kijk, in die 6 weken was het product nog niet volledig ontwikkeld. We hadden gewoon een idee wat we wilden maken. Ja, ja. Wat we daarna zijn gaan doen is eerst gewoon maar een haalbaarheidsstudie van, is het überhaupt mogelijk? Zouden mensen überhaupt zo'n tegel willen hebben? Nou, daar was de vraag ja. En vervolgens wat we zijn gaan doen is dat we zijn gewoon gaan kijken, oké, wat zijn alle aspecten van die tegel die ontwikkeld moeten worden? Dus van receptuuroptimalisatie, dus van receptuur van die tegel tot materiaaloptimalisatie, tot certificeringen. Ja. Tot onderhoud voor gemeentes zo'n bestrating. Grappig. Die zijn we allemaal los gaan trekken en eigenlijk gaan plaatsen op een grote roadmap. Gewoon. Ja, ja, ja. En we zijn gaan bedenken, oké, hoe kunnen we dus nu iedere keer een pilot of een project gaan doen waarbij we een van de aspecten die moeten worden uitgezocht van de tegel gaan onderzoeken. En daar zitten we nu nog middenin. Mm. Hoe ontwikkel je gewoon door heel veel te gaan testen, door te gaan maken, door te gaan praten met mensen die hier veel meer verstand hebben van bestrating dan ja, want dat is wat mij verbaast ook. Dan denk ik van, joh, was dit er nou niet? Nee. Mm. Omdat eigenlijk bagger, er is in het verleden echt wel gekeken naar, ik geloof 30 jaar geleden, naar het maken van een verhard materiaal uit bagger. Mm-hmm. Toen was de conclusie dat het financieel nog niet haalbaar was. En ik denk dat heel erg te maken had met de tijdsgeest. Afval was toen nog een veel minder groot probleem. Ja, duurzaamheid was nog niet. Ja, was toen ook al urgent, maar sprak nog niet zo tot de verbeelding. Nou, je kan nu als afvalprobleem zien, maar je kan natuurlijk ook gewoon 180 graden omdraaien als een opportunity dat je van afval iets praktisch kan maken. Toch? Precies. Dus en waardoor we ook juist, want dat komt er ook nog eens bij kijken. Uiteindelijk zitten we wereldwijd, is er een zandtekort. We liggen toevalligerwijs in Nederland op een berg met zand, namelijk de Noordzee. Maar in principe zijn de grondstof om beton mee te maken steeds schaarser. Ja, ja, ja. Cement is een van de meest vervuilende stoffen die er is. 3 keer vervuilender dan de hele vliegindustrie. Zijn jullie nu een bedrijf inmiddels? Wij, we zijn zeker een bedrijf. We zijn 2,5 jaar verder, we zijn een bedrijf. Ja. En hoe kom je rond, zeg maar? Een combinatie van betaalde projecten. Dus echt tegels die we opleveren voor klanten. Oh, jullie zijn echt al gewoon in productie en alles? Ja, maar niet productie. Mensen betalen nog niet voor de tegel, maar wel voor het onderzoek wat wij doen naar de ontwikkeling van de tegel. Dus we gaan bijvoorbeeld voor het Hoogheemraadschap van Schieland in Krimpen en Waard gaan we tegels opleveren. Wie kent ze niet? Hey, maar luister eens, maar wie is dan even business-wise? Wie wordt, hoe zit het met, of denk ik nou heel ouderwets, hoe zit het met, weet ik veel, patenten of dat het product van jullie is? Of als je laat betalen voor de doorontwikkeling van het product, heeft natuurlijk een risico in zich dat je straks zeg maar alle rechten of zo. Hoe gaan jullie daarmee om? Ik denk een combinatie van dat je ouderwets denkt en dat dank je. Excuses, bedankt voor het kijken naar weer een video. God Christus, vertel. Je was te makkelijk, hè? Ja, ja. Nee, kijk, we hebben heel veel onderzoek gedaan naar patenten. Ja. Daarbij ook gezegd dat uiteindelijk de technologie die we gebruiken is niet zo heel spannend. Het is meer de manier waarop we het doen en dat we met die hele keten aan de slag gaan. Nee. En eigenlijk overal daar. Dus niet relevant eigenlijk? Nee, het is niet echt relevant. En wat wij ook zeggen, er is in Nederland 10 miljoen kuub bagger per jaar. Dan hebben we het alleen nog maar over Nederland. Er is ongelooflijk veel bagger. Als iemand anders het wil doen, prima, be my guest, graag zelfs. Maar tegelijkertijd, wat is dan jullie businessmodel? Laat ik het dan zo vragen. Jullie duurzame businessmodel. Als je kijkt, denken jullie echt zeg maar een paar jaar vooruit, zo gaan we het business-wise ontwikkelen? Dus het duurzame businessmodel is dat wij uiteindelijk bagger innemen en tegels verkopen. Punt. Maar je hoeft niet de enige te zijn die tegels maakt of dat patent. En het hoeft ook niet alleen maar tegels te zijn. De waterpasserende bestrating is een heel goed eerste product, denken wij, omdat het
relatief makkelijker om te ontwikkelen. Maar uiteindelijk kunnen we ook naar hele andere producten toe gaan. Uiteindelijk is er genoeg bagger voor heel veel verschillende type producten. En wat we kunnen is van bagger een hard materiaal maken. Dus dat wordt je core business. Want je zou kunnen zeggen, je wordt een... wat meer een soort van advies-ideeënbureau, kun je natuurlijk ook doen. Dat je zegt van, als jullie in staat, tenminste, ik kan zomaar voorstellen, als jullie in staat zijn om van bagger, ja, van die stoeptegel of van die tegels te maken, mm-hmm, kunnen jullie ook van misschien heel ander. Je kan ook een ideeënbureau worden, ja, die zeg maar dit soort concepten, ja, maakt. Conceptontwikkeling, ja. Nou, ik denk dat uiteindelijk wat we nu heel belangrijk vinden, en ik denk over, ik weet zeker over 10 jaar ook nog heel erg belangrijk vinden, is dat we het ook echt gaan doen. Dus naast dat we het ontwikkelen en meedenken over hoe het gemaakt kan worden, wat ik denk dat we allebei heel erg leuk vinden, ja, dat het er ook echt komt. Want er wordt genoeg gepraat over werken met nieuwe materialen. Ja, gewoon... Maar uiteindelijk moeten die materialen er echt komen en ook echt op grote schaal geproduceerd worden. Dus ik, daar ligt heel erg de ambitie om het naast het erover te praten en ook wel mee te helpen met testen, juist ook uit die testfase te krijgen. Want dat zie je eigenlijk heel erg met bagger, het maken van producten van bagger. Mm. Dat is ook wel gebeurd in het verleden, maar het is allemaal op labschaal gebleven en op universitaire, ja, schaal. Terwijl het belang en de impact juist zit op alle niveaus, economisch, sociaal en ecologisch, door het op een hele grote schaal te gaan doen. Ja, gewoon actie in de taxi, gewoon, ja, dingen doen. En dat is precies denk ik ook waar de kracht zit nu en waarom het, wat jij net zegt over dat je niet heel veel mensen zoals ons tegenkomt in de baggerindustrie. Dat hopen wij juist een beetje te brengen in die baggerindustrie. Ja, super cool. Hey, en hoe zien jullie de samenwerking met, we hadden in het voorgesprek al heel even, ja, over, als je kijkt naar bijvoorbeeld een uitvoeringsclub als Rijksvastgoed, hè, die, ja, die doen nogal wat in vastgoed en alles wat eromheen zit en weet, ja, wat. Het grootste grootgrondbezitter van heel Nederland. Mm-hmm. Daar staat maar één thema op de agenda en dat is dit thema. Ja. Zijn jullie met dat soort partijen aan het praten? Doen jullie projecten? Hoe loopt dat? Ja, dus daar zijn we zeker mee aan het praten. Rijksvastgoed in het, al lang niet meer gesproken, maar in het verleden wel. We praten überhaupt heel erg veel met overheden. Mm-hmm. We merken dat er super veel interesse is. Dus eigenlijk de interesse aan de afzetkant, daar twijfelen niet zoveel over. Het gaat daar zit de bottleneck niet, laat ik het zo zeggen. Omdat iedereen wil die tegels wel. Al merken we wel dat bij overheden er moeite is met het risico nemen uiteindelijk. Dus het echt afnemen van de tegels, merken we dat ze nog best ingewikkeld vinden. Ja. Omdat je als nieuw materiaal gewoon niet... Wij kunnen niet heel veel garanties geven. Ja. En voordat we dat kunnen, zijn we 5-10 jaar verder. Ja, ze willen innovatie. Is dat als een van hun belangrijkste agendapunten? Exact. Dus dat, ja, is een hele, maar dat is een hele ingewikkelde spanning. Dus je, ja, merkt dat die behoefte er heel erg is. En die behoefte voel je vooral bij de mensen die echt bezig zijn met innovatie. En die spreken zich daar heel erg voor uit. En dat is super, daar werken we heel veel mee samen. Dat is heel fijn om te merken. Tegelijkertijd merken we bij de mensen die de tegels daadwerkelijk neerleggen, dus de mensen die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ontwikkeling, ja, ja, dat die nog niet goed weten hoe. Want de processen om dat te doen bestaan eigenlijk nog niet. Okay. Dus wij zijn toevallig nu een traject bezig met provincie Zuid-Holland, waar we eerst gewoon maar eens inzichtelijk hebben gemaakt hoe zij überhaupt tegels inkopen. Want vaak zijn die processen gebeuren al honderden jaren op dezelfde manier. Ja, je doorbreekt het hele proces. Probeer er maar eens tussen te komen. Dus dat gaat, maar je merkt ook dat er echt wel spanning zit. Vooral omdat ze willen wel, maar we weten allemaal niet echt hoe. Waar liggen de tegels? Al kan ik al overheen lopen ergens? Ja, in Delft. Op de Waterstraat kun je er overheen lopen op de Green Village. En we gaan ze binnenkort waarschijnlijk rond het kantoor van het waterschap in Rotterdam neerleggen. Dus dat is HSK. En wat zijn verder de ambities? Want ik kan me voorstellen dat dit, jij zegt de vraag is, dat is niet de bottleneck. Ja. Nou, stel dat die vraag nu echt loskomt, dan kunnen jullie wel eens heel groot worden. Ja, dat denk ik wel. De bottleneck ligt echt bij de productie. Dus we moeten het productieproces kunnen opschalen. Ja. Daarvoor hebben we een producent nodig. Ja. En producenten vinden in de betonstraatstenenindustrie in Nederland is echt ongelooflijk ingewikkeld. Omdat je ziet dat er eigenlijk nu in de bouw, er zijn eigenlijk op dit moment niet genoeg fabrieken voor alle stenen die er worden gevraagd. En je ziet eigenlijk dat in de bouw, door nu zoveel wordt gebouwd dat er eigenlijk niet genoeg productiecapaciteit is. Dus er is voor ons niet heel veel ruimte om samen met producenten te testen. Een eigen fabriek? Zoals Elon Musk ook ooit begonnen? Dat zou kunnen. Alleen ik weet niet of wij uiteindelijk daar echt verstand van hebben of verstand, ja, van willen hebben. Er zijn, ja, mensen die veel beter weten hoe je met de fabriek om moet gaan dan wij dat weten. Ook al hebben we nu wel de keuze gemaakt dat we in ieder geval voor nu wel een grotere machine gaan kopen.
om het gewoon zelf te gaan doen. Want dus je... we gaan het nu voor nu doen we het zelf. Uiteindelijk okay. is de ambitie om dit ook samen met een producent verder te ontwikkelen. Ja, juist omdat we ook zeggen, ja, wij kunnen dit wel heel erg leuk zelf gaan doen en 4000 stenen per dag produceren, wat mogelijk is. Uh-huh. Maar uiteindelijk, als je het wil opschalen, moet je weer allemaal... Dan ziet in zo'n fabriek je hele productieproces er weer anders uit. Dus ja. wij kunnen dat op dit moment wel op een bepaalde manier inrichten. Uh-huh. Maar als we dat over 3 jaar of over 1 jaar weer helemaal moeten omgooien, dan willen we het liever nu direct doen. Maar dat... Ja. Lijkt voor nu niet mogelijk. En is er een risico dat er een... daar hebben we het eindelijk al over gehad. Dat is een risico, zie jij niet. Hè? Dat er andere partijen eigenlijk jouw markt zo grootschalig in één keer pakken dat jullie niet meer relevant zijn als lief klein partijtje? Ja, ja. Ik snap dat... ik snap heel goed dat het risico... dat mensen denken dat het risico er zit. Ik denk dat... dat al lang was gebeurd eigenlijk als wij er niet waren geweest. En ik denk juist dat wat wij aan het doen zijn... is die hele keten aan elkaar verbinden... Ja. en met baggerbedrijven aan het praten zijn... en met bouwbedrijven aan het praten zijn. En dat daar juist op dit moment onze kracht zit. En als een grotere partij dat wil doen... moeten ze eerst daar beginnen. En dat is niet iets wat je in één keer oplost. En dan gaan we door met een ander product. Prima. Dan gaan we iets anders maken. Hey, en dan een grote afzetten. Jullie zitten in een zwembad in Rotterdam, toch? Ja. Hoe heet dat? Hoe heet die? Het heet New Blue City. Ja. Vroeger heette het Tropicana. Dat is een subtropisch zwemparadijs in Rotterdam. Dus ja. ons lab zit in de kleedkamers van de werknemers van Tropicana vroeger. Wat grappig. Waar je loopt, je kunt letterlijk als je er loopt, loop je door een zwembad heen. Het voelt heel futuristisch aan. En ze zijn dat nu helemaal aan het renoveren. We zitten daar met jongens die van mango fruitleer maken. Ja, met koffie, veel koffie. Koffiedikrotterzwam. Inderdaad, ze maken van koffiedik, maken zij oesterzwammen. Ja. Echt van alles en nog wat. Grappig. Ja. Hoe is jullie taakverdeling tot slot? Hebben jullie daar een goede modus in gevonden? Want jullie zijn twee hele verschillende bloedgroepen, zeg maar. Ja, je hebt toch een soort van huwelijk met elkaar als je een bedrijf hebt staan. Vandaar de vraag. Nee, dat gaat heel erg goed. Wies doet eigenlijk veel meer de productontwikkeling kant. En ik ben heel erg bezig met juist... wat zijn de volgende projecten die we gaan doen... en hoe gaan we zorgen dat we die kunnen gaan doen. Dus veel meer bezig met bedrijfsontwikkeling en acquisitie. Als we dat project dan binnenhalen... dan geef ik het eigenlijk een soort van door naar Wies... en dan neemt Wies het over en gaat het doen. Maar uiteindelijk daarin... Wies maakt bijvoorbeeld weer veel mooiere presentaties dan ik dat kan. Dus zo werk je samen. Het werkt samen. Dankjewel. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. En leuk dat je mijn gast wilde zijn. Geen probleem. Dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken. En als je naar de podcast hebt geluisterd, dankjewel voor het luisteren naar weer een prachtig ondernemersgesprek hier op CVD-TV. Daarvoor zijn we er. En heb je er nog niet genoeg van en wil je nog meer kijken en zit je op YouTube, dan blijf hangen over 2 seconden 2 nieuwe video's. Voor nu, dankjewel. Hoi.